flikken. Dat is Pozzato. Hij moet het zelf rechtzetten. Hij moet het zelf rechtzetten. En dit kost krachten in de wind. Een man of 19. O'Grady, de winnaar van 2007. Ja. Voor Fletcher en Wezeman toen. Leuk man, was toen vierde. De wind. We hebben het museum ooit eens solo zien knokken tegen de wind in. Na een lange vlucht. En toen kromp zijn voorsprong van een minuut of drie naar een minuut en een kwart. Ja, als je in zo'n lange vlucht zit in Parijs-Roubaix, dan denk je dat je toch iets langer gaat uitzingen dan tot op dit moment. Nog 67 kilometer en de vroege vluchters worden al gegrepen, zijn er al aan voor de moeite. En dan moeten we daarachter eens kijken. We komen door de bevoorrading en dat zou het moment kunnen zijn om toch even in te houden. Dit is het groepje met Bonen en Pozzato, die daar in zijn eentje naartoe aan het vlammen is. Ja, dat met een man in zijn wiel. Ze hebben indruk maken. Hij vraagt om rond te draaien. Maar ze hebben natuurlijk allemaal schrik van hem. Van Summer, dat is zijn trainingsmakker. Daar is hij de voorbije dagen twee keer mee op training geweest. Dat moet maandag en dinsdag geweest zijn, vermoed ik. En die was onder de indruk van, amai, hij gaat er dichtbij zijn. Dit zijn de koplopers, die al blij zijn dat ze even kunnen tanken. Maar anderzijds, zoals Karel ook zegt, wat geschrokken zijn van, oei. Ze zijn daar al op. Ze zijn daar. Ze rijden 120 kilometer voorop. Dat is in vergelijking. Pas op, hè. Chavanel van achteruit. Pas op, hè. Ja, waarom niet? Oeh, la. Daar heb je het, hè. Waarom in de zone. Niet? Iedereen eet. Ik niet. Ik rij. Op het moment dat Pipo net was komen aansluiten, gaat Chavanel nog eens. Niemand rust gunnen. En Pozzato die zit helemaal geïsoleerd. Hij heeft geen enkele ploegmaat bij zich. En Chavanel die heeft altijd zoiets van, ik kijk vooruit. Ik ga niet te dikwijls onder mijn oksel lonken. Nu doet hij het toch. Want dan ziet hij dat hij een man of drie achter zich heeft. Dan weer een stuk of twee. En dat de groten daar wat op elkaar zitten te lonken. Ja, in zo'n ploeg kan je maar beter als eerste weg zijn. Hè? Maar aan de andere kant is nog 65 kilometer. Dat is het systeem van Mapei vroeger. Hè? Ja. Tafi en Ballerini die zouden geknokt hebben om als eerste weg te geraken. Tafi die werd bloednerveus door de aanwezigheid van zijn ploegmaat Peters in zo'n kopgroep. Ja. Die dacht, als die Peters gaat, dan heb ik het zitten. Ik moet zelf gaan. Tafi die hier is Pozzato komen aansluiten. Moet zich nu natuurlijk even herzetten, dat kan niet anders. Want zo'n inspanning in de wind, dat kost pas krachten. 24 man in deze groep. Ja. Het kan dus nog vele richtingen uit. Chavanel houdt even in. En Chanel was er ook bij. Hij mag natuurlijk ook niet met iedereen door, hè? Nee. Wie is de man van BMC? Is dat Hushovd? Dus altijd kijken en zien. Wie is of toch? Wat zijn de kansen daarin? Je moet met mannen die ofwel niet rap genoeg zijn op pad, of anders. Ik denk dat Vinny is. Enfin, we gaan niet blijven gokken. Ofwel moet je tegen jezelf zeggen, ik kan ze allemaal afrijden. Dat is natuurlijk niet evident. Fransen doen het in deze fase van de koers nog altijd goed. Dit is in elk geval Ballan. We kijken hier op de rug van Bernard Eisel. Chanel ziet daar ook nog wat voor. Daar zit ook Morkov. Hij opgeraapt uit de vroege vlucht. En Chavanel houdt in. Dan moet dit Turgot zijn. Turgot, de man van Europcar. Die toch echt een vlucht genomen hebben na die wonderbaarlijke prestatie in de Ronde van Frankrijk in blok. Met Veuclair en Roland. Drie sterren strook. Beuvry-la-Forêt, Arrochy. Op een kleine 65 kilometer van de aankomst. Ja, die neutrale motor die moet daar weg. Een paar mannen die iets te laat in de reactie gegaan zijn. En dan het groepje met de grote tenoren. Nagenoeg allemaal. Hier is Turgot. Turgot, tiende in E3. Nu Morkov, overlever van de vroege vlucht. Zoals ik al zei, het is al wel wat als je hier in Parijs-Roubaix eerste Fransman kunt eindigen. De laatste Franse winnaar. Guédon, 97. Voor Joop Blankaert.
Ja. Zonder helm toen. Joop Lankaert. Dat moest hij niet. Helmplicht. Bij ons pas wel. Gekomen in 2003. Hè? Bij ons bestond hij al langer. Maar hier kwam hij na Kivilev. Turgot, dat is weer een andere situatie. Dat is iets of wat meer geruststellend. Misschien in de wetenschap dat deze man zijn vlucht niet vereindigt. Vanwege wat snel afgeknipte vleugels. Maar Chavanel vertrouwt er toch niet helemaal. Kent hij misschien beter dan wie ook, die Turgot. Het moet zowat een leeftijdsgenoot zijn, dus er toch maar naartoe. Het is niet al te lang deze strook, 1,4 kilometer. 5 seconden de voorsprong. Maar dan komt ook straks de strook van Orchi onmiddellijk. En die is 1,7 kilometer, dus die combinatie kan toch iets teweeg brengen. Ja. Die man van BMC zou Cher zijn. In elk geval is dit een goed manoeuvre van Chavanel. Daar net in de verdrukking. Dan maar overnemen en de andere ploegen aan het werk zetten. Er hangen er nog altijd een paar tussen. Hier wordt er getemporiseerd. Het is Van Marke. Van Marke die vorig jaar in die fameuze ploeg van Garmin een fantastische wedstrijd reed. Turgot wordt daar al opgepeuzeld. Chavanel wordt natuurlijk fel belonkt. Hè. Op 5 seconden. Maar hij wordt ingegrepen. Dus het groepje met de bonen zal op een 20 seconden zitten. En Chavanel die zich recht zet. Dus niet echt gedreven is om met deze mannen door te gaan. Er is misschien niet genoeg mooi volk bij, om het zo te zeggen. De kans op slagen. Is die groot? Het lijkt me Chalingi aan zijn houding te zien, de ellebogen wat uiteen. Chalingi met een man van Cofidis. Is dat nog altijd Sarah Mottins? Vermoed van wel. Een straffe kerel. Straffe kerel. En Sky moet het nu ook misschien gaan oplossen. Of een deel toch. En Bonen zit daar in een zetel. Ik zie daar nog één ploegmaat van hem. Die van de BMC zijn daar met z'n drieën. Die van Rabobank met z'n tweeën. Drie ook. Ja, BMC heeft iemand mee. Hè? Omega Pharma Quickstep heeft iemand mee. Rabobank heeft iemand in de achtervolging nu. Dus inderdaad mannetjes stellen en vaststellen. Voor Wilfried Peters. De anderen hebben er wat extra. We hebben er een paar moeten opsoeperen. Mede door de val van Van Kersbulk. Die inderdaad uit het peloton gelost is. Wordt bevestigd. Bij het inhalen daar. Het is dus inderdaad Cher. Dan Mangel, Turgot, en Ladanyu en Chalingi en Sarah Mottins zijn op komst. Ook Ladanyu is aan een goede periode bezig. Ook bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen. Meer dan zijn streng getrokken. Chalingi, de derde van vorig jaar, zat mee in die vlucht. Van Summeren. Die uiteindelijk nog opgerold werd door Cancellara. Die ontplofte van woede en van energie. En absoluut naar plaats 2 wilde doorstromen. Cancellara vorig jaar zonder meer de beste van het voorjaar. We zien Bonen weer naar het front sprinten. Daar zien we de troepen van Vacan Soleil DCM organiseren. En daar zit Stijn de Volder. Dacht hem toch herkend te hebben. Peloton van 30 man. Ja, dat moet zowat een 30 man zijn. Op 16 seconden Chalingi en Sarah Mottins. Valpartij van Tor Hushovd wordt daar gemeld. Oei, oei. Staat hij daar ergens? Ligt hij daar? Ja. Daar zit hij. Op zijn poep. Een schuiver. Hij lijkt zich niet echt bezeerd te hebben, maar het duurt wel een tijdje voor hij wegkomt. Al is dit vertraagd. Ja, het is slow motion. Pas weer weg. Het is slow motion. Een scheurde broek.
Ook dat is Parijs-Roubaix. Denk aan de editie 2009 waar Bonen het tempo zo hoog legde in de aanhef van de lastige kasseistrook, kasseistrook nummer 4, Carrefour de Darbre, dat deze man gewoon moest gaan liggen van de vaart. En dan mag je, als je daar vlak naast zit of achter zit, blij zijn dat je ontsnapte. Maar hij hield zijn fiets nog vast, hè? Hij viel en had zijn stuur nog vast. 25 seconden. Hier zijn de mannen die ertussen hingen, die worden opgerapt. Charlinghi en Sarah Motins. Sky met de organisatie. En Garmin doet dat ook, zich organiseren. Want dat zijn de ploegen die het moeten oplossen. En er is volk terug uit de achtergrond, hè? Dat merk je ook. Want Pozzato heeft nu Hulsmans er opnieuw bij. Nu ben ik benieuwd of Husshofft steun gaat krijgen. Hoe gaat hij terugkomen? Moet hij dat alleen doen? Daar is gevallen, hè? Daar hangen auto's tussen, hè? Dat gaat wel lukken. Tegen de wind? Ja, dat gaat wel lukken. Dat is het achtervolgend groepje. Daar heb je de auto van de koersdirectie. Dan zien we dat hier Turgo het toch nog maar eens probeert. Ja, die heeft wel wat in de energietank zitten vandaag. Hij heeft zich ook blijkbaar gescoren voor de gelegenheid. Want liep in Vlaanderen 14 dagen met een haastvolle baard rond. Oeps. Hij zit erg dicht hier, die motor. Bij het aansnijden van sector 12, Karel. Orchi, 3 sterren, kilometer 7 lang. En Turgo voelt de benen niet. Maar hoe goed is hij echt op kassei? Dat hij in vorm is, daar is geen twijfel over. Nou, dit beeld geeft toch aan dat hij daar goed over vlamt. Handen los, lichaam de fiets laten volgen. Op een groot verzet. De specialiteit van de kasseirijders. Nordist in de ware zin van het woord. Als coureur dan altijd op zijn best in noordelijke omstandigheden. Zie maar in een ijselijke kou en in een felle regen. Terwijl Van Summer daar het tempo aan het bepalen is. Zijn winst Turgo in de tweede rit van de driedaagse van de pannen van vorig jaar voor Gilbert. Dit zijn de grote mannen hoor. Die daar al eens vooraan verschijnen op deze kasseistrook in Orchi. Dit zijn echt de grote mannen. Ik zag Van Summer zitten. Pozzato, Bonen, Ballan. Ze zaten daar allemaal. En was dat Degenkolb die daar achteraan aanhing? Zou dat moeten kunnen? Of was het Klemmen? Klemmen heeft zo'n beetje het gabarit van Degenkolb. Al is Degenkolb nog meer uitgezet. Ik snap het werk aan. Wat babyvet. Het gaat er nog wel af. Turgo rijdt toch wel verder van die medevluchters weg in Orchi. Turgo is 27. De fleur van zijn koersleven. De rest is gegrepen. Aan het eind van de strook komt daar Pozzato. Mangel hier. Al is naar voren. De lange Mangel. Pozzato na een kloeke achtervolging die de rest op sleeptouw nam. Hij dus, dat wil indruk maken hoor. Het is nog 58 kilometer. En toch ging zo'n museum nauwelijks een paar kilometer verderop. En toch was Cancellara hier al bezig met vertrekken. En toch is Bonen hier nu volop aan de kop. Met Pozzato aan het wiel. De twee sterke mannen van de Ronde van Vlaanderen. Samen met Ballan dan. Van Summeren die was daar van links naar rechts aan het zoeken naar het goede spoor. En ze rijden ervan weg, hè? Ze rijden ervan weg, Bonen en Pozzato. Lekker band voor Chavanel. Klein vraagteken staat erachter. Zie je het? Daar heb je de twee. Strong guys. Gaat Pipo nu meerijden? Ik denk het wel. Dit is de kap van de koers. Ik denk het wel. Hij gaat meerijden, Michel. Dit is de kop van de koers. Ik hoor Bonen het hardop zeggen. Zo heb ik dat wel geheren. Open koers, man tegen man. Daar komt Ballan. Dat moet Ballan dan zijn, want Husshofft die liep achterop. We hebben een vreselijke déjà vu. Zo maar een week geleden. Dat gaat heel vlot, dat lange omwentelingspatroon bij onze vriend Pozzato. En daar heb je inderdaad Ballan, hè? Maar die gaat toch zijn tenen moeten uitkuisen om daarbij te komen als ze hier vol doorgaan. En dan Turgootje. Ik denk dat Bonen en Pozzato elkaar gevonden hebben, hoor. En dan gaan ze echt moeten kijken daarachter. Het is natuurlijk zo dat er wel een aantal ploegen zich gaan kunnen organiseren. Ballan, komt-ie? Ja. Ze hebben 10 seconden.
naar het peloton komt dicht. Maar in elk geval is daar al toch al een pruiven van het niveauverschil. Hè? De Ballon is komen aansluiten. Ze zijn dus met vier. En dat is een goede zaak ook, hè, voor Bonen en Pozzato. Ballon is een man die ze aankunnen aan de streep. En het is een ploeg minder die gaat achtervolgen. Dus Garmin en Sky zijn in de achtervolging de ploegen die het moeten gaan doen. Daar staat Chavanel. Ja, daar staat inderdaad Chavanel. En dat is een pijnpunt. En dat is misschien ook wel de reden waarom Bonen gezegd heeft ik moet gaan aanvallen. Want nu heb ik niemand meer. Dus moet ik de rest eruit gooien. Met andere woorden, zorgen dat ik vooraan zit. En nu eens even kijken hoe sterk die Chavanel wel is. Want het zou me niks verbazen dat hij over Jan een klein pirken gaat knotsen. Het mag niet zijn voor Sylvain Chavanel in Parijs-Roubaix. Nee, vorig jaar ook niet. Gevallen vorig jaar. Terpstra. Of is het Trentin? Het is Terpstra, denk ik. Die is dan ook plots van voor naar, van achter naar voren geschoten. Ik mis de tricolore bandjes. En daar Garmin en Sky die het recht zetten. Ja, dit gaat nu natuurlijk niet door. Want nu hebben ze gezien dat zij hier met z'n tweeën zijn. Ja, Tom heeft gezegd, doe maar, hè. En Pozzato en Ballon, dat botert niet. Die zijn aan elkaar aan het kijken. Tom brengt hem de hand. Op die manier zijn ze met twee. Pas op, hè, Tom. Het is wel gevaarlijk, hè. Want daar achteraan gaan ze natuurlijk in blokkoersen nu, hè. Ik zou me niet leegrijden, mocht ik jou zijn. Dan komt er natuurlijk wel een aantrekkelijke strook en kun je die beter helemaal op kop zie je aanvatten. Hoe die twee Italianen elkaar het licht in de ogen niet gunden? Vorige week was dat anders. De Italianen gaan alle kanten uit als het goed uitkomt. Tegenaanval. Dat lijkt me aan de stijl de Volder te zijn. In Parijs-Roubaix is het nooit te ver. Als je mensen hebt die nog vanuit de achtergrond komen, dan gaan die even zware grote inspanningen moeten leveren. Dus doorgaan. Doorgaan en fietsen. De twee. Bonen en Terpstra. Terpstra de winnaar van dwars door Vlaanderen. Bonen van de rest. Hoe ver leidt hun simultane dans? In elk geval zonder schrik. Op weg naar de volgende lastige strook. Die van Mont-Saint-Pével. Dat is inderdaad de Volder die in de counter gegaan was. Maar hier is de stemming wat bedrukt nu. Dus wellicht ook wat temporiseren, hè, met het oog op de terugkomst van Huushoft. Die zal nu wel terug zijn, maar er wordt... Nee, ik zie hem niet. Maar die Scheer die nog altijd tempo maakt. En hoe dwaas zijn Ballon en Pozzato geweest. Dat zal straks moeten blijken. En hoe sterk Terpstra, dat hij vanuit de achtergrond terugkwam. Als je nu pas inschakelt, dames en heren, dit is de kop van de koers. Met z'n tweeën, twee ploegmaats van Omega Pharma Quickstep. Terpstra en Bonen rijden ze voorin. En ze hebben een voorsprong van 15 seconden. Bonen zelf op de laatste kasseistrook de boel uiteengeranseld. Pozzato vlot mee. Ballon er alleen naartoe. Maar toen kwam Terpstra. En toen ze bijna ingelopen werden, zette die door. Het is nog ver, hè. Het is Jandori nog ver. En opletten met de wind. Goed weten waar je mee bezig bent. Ze liggen nog dik gestrooid, de stroken. En hier is Scheer zich aan het opofferen. Er zitten natuurlijk ook al een paar manschappen die veel gegeven hebben. Al die Fransen die hebben al veel gewicht, veel energie in hun manoeuvres gestopt. Ze hebben 17 seconden. Ja, de chrono van André Meegang geeft de burger altijd moed. 17 seconden zegt hij, terwijl daar 13 seconden staat. Maar die 17 is juist, daar kan je van op aan. Het peloton volgt op 35 seconden. Kijk, en toch gaat het naar 17, hè? Ja, ja. André heeft gelijk. Volgende zone. Het is een koppeltijdrit. En nu maar hopen dat die Terpstra Bonen kan volgen. Want dat is niet evident, hè. Die zit nu met de daver op het lijf. Ik moet bij mijn kopman blijven. Dan zal die kopman ook wel beseffen. Ik moet hem meepakken, want ik heb hem nodig.
Auchy, les Auchy à Bercé. Daar de formatie van Team Sky. Is weer een ander beeld. Met Matthew Heyman en Stannard. Maar dat groepje is al stevig uitgedund hoor. Oei, daar zit ook Terpstra. Wat zeg ik, Fletcher. Op 22 seconden. Op 22 seconden. Terpstra en Bonen op weg om een nummer op te voeren, zo lijkt het. Het is de volder die weer... Hij lost. Ik heb het voorspeld. Bonen gaat alleen moeten. Ik heb het voorspeld, hè. Terpstra, die druk is immens. Dat wiel houden, dat is niet zo evident. En wat doe je nu, Tom Bonen? Een museeltje doen, hè. Waarom niet? Dan moet je echt super zijn. Dan moet je echt bovenmaatskrachtig zijn. Hij is super. Hij is vertrokken. Dit is zijn koers. Nog 52 staat daar boven, Tom. Nog 52. Dan mag je je tanden nog klemmen. Dit zou wel een huzarenstukje zijn. Ik ben benieuwd wat Peters hierover denkt. U kent het verhaal wel van de Ronde van Vlaanderen van 69, toen Merckx ging op 70 kilometer van de streep. Wat de 75. In volle zeilen. En toen Driessens er langs kwam om te zeggen van, je zei zot. Toen Merckx zei, kustjes fermen, kloten. Ik ga alleen. En hier, kijk hoe het harken is om tempo te ontwikkelen. Pozzato, die schuift op. Die zat helemaal achteraan dat groepje op de kasseistrook. Schuift op, maar had mee moeten zijn altijd. We wonen nu in een strook, in de wind. Dat moment waarop hij zich heeft laten ringeloren, is te dom voor woorden. En de Volder doet dat goed, daar rechts, op het paadje. Blijkbaar niet te veel last van die pijn in de elleboog. Van Summeren bij Pozzato. En Bonen heeft nu plots 28 seconden. Maar het is wel doodjammer dat Terpstra niet mee is. Weet je, als je alle records van de tabellen kan vegen en wil vegen, dan kan je het maar beter op een mooie manier doen. Ik zou toch eens nadenken en eens even zien hoe ver is Terpstra achter. Die zit te harken. Die probeert van de ene strook met asfalt naar de andere te dokkeren. Stop eens met zeuren. Laat hem eens doen. Ja, maar hem eens doen, Tom. Je zit altijd te zagen dat de koersen te lang gesloten blijven. Ze maar koersen nu. Je moet oordeelkundig denken. Daar komt Chavanel. Die is aan het oprollen. Je moet goed beseffen wat kan, hopen wat kan, maar ook in het oog houden wat niet kan. Lekker band voor Mangel. Ik zag hem daar ook Willems voorbij rijden. Frederik Willems. Rolston aan het wiel van Chavanel. Ja goed, het is de Franse kampioen, we weten het. Maar op dit moment doet het er niet echt toe. Halve minuut voor Tom Bonen. En ze gaan hier nog een tijd volgen. Het lijkt dus op wat Cancellara gedaan heeft. Hieronder in beeld Grigori Rast. De kopman, de gelegenheidskopman bij afwezigheid van Fabian Cancellara. Op een strook, wind knal op kop. Hè. En dat is op de volgende kasseistrook ook zo. Lekker band voor Christophe, voor de Noorse kampioen. Ja, in 2009 ging hij ook van een eind alleen. En toen kwam Pozzato tot op 6 seconden en toch ging hij doorzetten. Toch ging hij doorzetten. Maar wie daar naartoe wil, moet die inspanning ook leveren. Is waar. Want echt organiseren gaat niet meer gebeuren. Zoveel mannen van zoveel ploegen zaten daar ook niet meer samen. Maar het is schoon, hè? Daar niet van. Hè? En hij gaat nu ondervinden dat de rest snel terugkomt. En hier is Pozzato gevallen. Pozzato met de Volder. Ja. Oei. Weer een verzwakking voor de achtervolgers. Dan wordt de tegenstand helemaal weggeveegd. Pozzato zelf onderuit en de Volder daarover. Maar de Volder, dat is zonder schade. En Pozzato heeft niet veel grinta meer. Niet veel gretigheid. 29 seconden staat hem nu boven links. Ja, dat is voor de tweede keer dat hij aan een inhaalrace moet beginnen. En daar is hij dan net iets te schoon voor. Te gepolijst. Te juffertjesachtig. Maar toch altijd met twee woorden spreken. Want misschien vindt hij zelfs zijn cadans terug. En dan kan dat toch nog. Terpstra, die is boos op zichzelf, ben ik zeker van.
En dat is ook wel goed bekeken. Nog eens even bijtanken vooraleer hij gegrepen wordt. 30 seconden blijft status quo. En Terpstra moet zich nu maar in dit groepje zetten en de ambetanterik uithangen. Dan is hij ook nog van nut. Wie hebben we hier nu nog van de landgenoten? Laten we hopen dat de Volder weer komt aansluiten. Het enige nadeel voor Tom Bonen is dat daar 4 mannen van Sky zitten. 4 van Sky. En dat zijn er veel. Het is dat, hè. Je moet oordeelkundig nadenken. Maar rij nu toch maar door. Naar een volgende kasseistrook. Van hem zal veel afhangen ook. Als hij kan terugkeren en kan aansluiten, zit daar tussen de auto's. Maar waar is dat dan? Dat zal achter dat groepje zijn, want die wagen van Sky die gaat toch achter zijn mannen hangen. Hè? Alhoewel. Dat is nog een eind hoor. Alles zit daar nog tussen. Je moet nog een pak oprollen. Er is wat barrage gemaakt voor een paar pechvogels. En de voorsprong loopt op. Je moet nog een pak oprollen. Bonen met de baard, met de mond open en de tanden bloot. Het doet aan museum denken. We gaan geen kilometers aftellen. We gaan kasseistrokken aftellen. Dat gaat rapper. Ik denk dat Roger naar de keuken is. Voor nog een taartje te halen. En met zijn neus in de crème fraîche terechtkomen. Maar Roger, dat is nog altijd van een ander kaliber dan Bonen. Die won ook de Ronde van Lombardije. Hoe ver rolt deze trein nog? Sky, 1, 2, 3, 4. Van Summeren daarachter voor Garmin. 34 seconden. 34 seconden. Het is natuurlijk ook zo dat die Bonen in 2010 mentaal een enorme tik gekregen heeft van Cancellara. Dat was een soort van degradering. Hij zal dat wel ontkennen, maar diep in zichzelf moet dat toch wel meespelen. En toch weer pech voor Stijn de Volder. Hè. Kan er nu niks aan doen dat Pozzato daar onderuit schoof. Ging daar dan over en op die manier uit die groep met de beteren weggeslagen. Chavanel reed nu Klemmen voorbij. Klemmen dus die deel uitmaakte van die vroege vlucht. De vlucht van 12. Die moet nu proberen heel huids in Roubaix te geraken. Want zo iemand wil toch ook uitrijden. Zeer gevaarlijk, die tussenstukken op asfalt, want die worden vaak vergeten. Maar er wordt naast 51 kilometer op kasseien ruim 255 kilometer gereden op asfalt, hè, mensen. En dan moet je de wind wat mee hebben. Ja, dat is kloek gedaan. Goeie aanname. We hebben wel nog 9 kasseistroken. En daarop is hij de betere. De beste van het pak. Dus als ze hier nu niet snel 20 seconden terugpakken, die mannen van Sky. 14 man. Dan zie ik het niet meer gebeuren dat ze nog eens terugkeren. 14 man. Het is 1 tegen 4. En wat doen die andere ploegen? De winnaar van 3 stuks Parijs-Roubaix. Zijn lievelingskoers. Mont-Saint-Pével. Tegenwind. Tegenwind. Strook 10 en dan zegt u, zij daar straks 9. Dat laatste reken ik er niet bij hoor. Het is pas Kruppeland. Dat zijn geen kasseien meer. Vol in de wind. Vandaar dat verschil, 34 seconden. Dit is een zeer zware strook. Je moet er ook rekening mee houden dat die mannen van Team Sky dat niet met z'n vieren zullen blijven doen. Ook daar zal wel een spat verval komen. Het voordeel voor Tom is, als hij deze strook genomen heeft, dan krijgt hij de wind mee. Zij wint achter, links achter en Pozzato wordt nu door iedereen voorbijgevlamd. Ik denk dat dit het einde is van het verhaal voor Pippo Pozzato. Zijn kans om een grote klassieker te winnen dit voorjaar lag vorige week in de Ronde van Vlaanderen. Heeft hij laten schieten. En Chavanel kreeg Franse steun. Hij zou nog eens gevallen zijn volgens de wedstrijdradio. Hier komt hij bij de dokter. Assistance médicale. Het is dus zijn dagje niet. Maar Pozzato, ach ja, wanneer is in Parijs-Roubaix voor Bonen geëindigd? Niet dus. We kijken hier op de rug van Rast. De man die het had moeten doen voor Dirk de Mol. Vierde, hier al eens een keer. Rast. Vorig jaar met name. Maar dat kan dan alleen als je meegaat in een vroege vlucht, als je Rast eet. 47 kilometer nog. Samenstelling van de groep achtervolgers. Tom kijkt en ziet
En u ziet ook dat het verschil nog 29 seconden is. Nog 29 seconden. Samenstelling van de groep met achtervolgers van Summeren, Terpstra, Boom met Wijnands, Ballan alleen, Sky met Fletcher, Hagen, Heyman en Stannard. Paolini voor Katyusha, Ladanyu voor FDG, Tossato voor Saxo, Turgo voor Europcar en Guarnieri voor Astana. 29 seconden, ze pakken een paar seconden terug. Maar hoe lang gaan die mannen van Sky dat nog uitzingen op die kasseistroken? Dat zal van Heyman en van Stannard afhangen. Hier Fletcher, alleen. Die ziet dat het niet snel genoeg gaat. En van Summer die probeert te volgen. Opgelet, als dit doorgaat krijg je weer een andere situatie. Oh, dit is een gedroomde situatie voor Bonen. Hè? En